Het stille Vaassen ziet in deze dagen een stroom van journalisten naar den aloude Cannenburg trekken om daar, ver van het geroezemoes der dagelijkse wereld, in eerlijke, goede kameraadschap, door openhartige besprekingen en rustige bezinning, weer een grondslag van vertrouwen en wederzijds begrip te leggen die nodig is om het Nederlandse volk voor te kunnen gaan in een nieuwe toekomst. De Vaassense harmonie zorgt voor een verrassing bij de opening van het kamp. Per fiets erop uit in het prachtige Veluwe-landschap en naar het zwembad. Tot slot volgt een fikse mars door het dorp. Zo heeft de oude Cannenburg opnieuw een taak vervuld in onze geschiedenis en de geboorte van een nieuwe geest in de Nederlandse journalistiek beleefd.